Stichting FIBOS heeft gisteren haar vernieuwde en verbeterde televisieprogramma Cool gelanceerd. Voortaan zullen leerlingen van het basisonderwijs, het VOJ en VOS, afstandonderwijs kunnen volgen via dit programma, welke staat voor Klik voor Onderwijs Online en Leer. Eerder maakte de stichting, die zich sterk maakt voor bijzonder onderwijs, televisieprogramma's onder de naam Scoro Doro. Tijdens een webinar gaf Regilio Pinas, inhoudcoördinator Cool, aan dat de organisatie eraan werkt om 400 filmpjes te produceren. Hiervan is al een groot deel afgerond. De assistentie van leerkrachten voor de presentatie blijft noodzakelijk. Als je als leerkracht gewend bent om les te geven voor de klas en er wordt plotseling gevraagd om voor de camera te staan, om dat te presenteren, wel, dat gaat niet 1, 2, 3. Je gaat leerkrachten hebben van nee, ik wil niet voor de camera staan. Liever help ik met LV schrijven of met script schrijven, maar camera, dat is niet mijn ding. En je had weer andere leerkrachten die zeggen van oké, voor mij, ik wil het wel proberen, maar ik heb nog wat skills nodig. En die leerkrachten werden ook meegenomen, getraind in het traject. Dus wat ik heb gezien en wat we allemaal ook hebben gezien binnen FIBOS, is dat leerkrachten de vaardigheden hebben aangeleerd. En ik mag zeggen dat we in een traject zijn, dat we nu veel verder zijn. We hebben de kinderziektes gezien in fase 1 en die zijn meegenomen in fase 2. En ik mag best wel tevreden zijn. Het kan altijd beter, want ja, het is niet makkelijk. Je hebt ook aan de andere kant COVID. We hebben manpower nog altijd nodig. Cool is een productie van FIBOS in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en UNICEF. Daniela Rosario, onderdirecteur van de ontwikkelingsdienst van het ministerie van Onderwijs, zegt dat de filmpjes van FIBOS een meerwaarde hebben op het programma School TV van het ministerie. Ze zijn onderdeel van het programma. En als zodanig worden ze dus ook meegenomen om eigenlijk onderdeel te maken van eigenlijk gewoon het programma. Dus de filmpjes zijn dus eigenlijk een aanvulling op het programma dat we doen. En ze geven dus eigenlijk een meerwaarde aan ons School TV naast onze eigen programma's. Binnen het TV-programma Cool staat samenwerking tussen de diverse actoren centraal. Daarom zal er constant gewerkt worden aan de uitbreiding van de samenwerking.